Heb je hem ook gelezen? Ja, ja. En zag je dat ook staan in de krant? Ja, die gozer. Ja, hier. Lees het voor mij. Ja, die werd uit de auto gezet. Door zijn vriendin. Ja, die stond ineens op de A1. Ja, ergens bij Apeldoorn. Bij afslag Beekbergen of zoiets. Stond die. En die is er gewoon up uitgezet. En die stond daar te liften. Ja, ja. Ja, ja. En joh, vrienden. Ik ben dan zo verbijsterd door zo'n bericht. En ik moet daar zo verschrikkelijk om lachen. Ja, het is een gozer uit Almelo. Nou, hey, Almelo. Nou, daar kunnen jullie trots op zijn, hoor. Op deze, ja, gewoon een lampenpit. Deze gozer is officieel lampenpit. Ja, dat kan hij al. En die komt uit Almelo. Hoe bestaat het nou, vrienden? Daar gaat het om. Daar breek ik dan weer mijn hoofd over. Hoe bestaat het dat je uit de auto wordt gezet? Hoe gaat dat dan? He? Ik bedoel, dat hebben we allemaal wel eens gehad. Ruzie in de auto. Ja, hup, hup. Als je zo doorgaat, dan zet ik je eruit. Dat zeg je en dat doe je niet. Nee. Maar los daarvan, stel je nou voor, je zegt het en je wil het ook doen. Dan krijg je mij. Jij en ik, beetje kerel, die krijg je toch de auto niet uit? Hoezo? Hoezo? Hoe gaat dat dan? Ten eerste, als je al in zo'n relatie zit, hè, dat het te vaak een beetje vuurwerk geeft, dan zorg je dat jij achter het stuur zit altijd. Ja, hé, daar begint het mee. Dat is één. Dus er wordt niemand weggestuurd, want jij bent de bestuurder. Maar nee, deze lampenpit, die zit er dus naast. En dan? Hoe gaan we dan? Dus dan kan die vrouw, die kan er wel omlopen, zo, hoep. En die wil hem dan die deur opentrekken en hem eruit sleuren. Hoezo? Dat gaat dan toch nooit gebeuren? Want dan doe jij poep op een knopje, vergrendel de deuren en de mazzel en een grote lange neus van achter het raampje. Je klimt naar de andere kant en je rijdt weg. Dan rij jij weg. Lampenpit en niet je ja, toch niet je vriendin wegrijden. Ha, man, het is zo zwak, weet je wel. En dan, maar ook al blijft zij achter de stuur zitten en jij zit daar, wat dan? Trapt ze je dan zo woef, met jou en al dwars door de deur naar buiten? Dat gaat toch niet gebeuren dan? Hoe ga je er dan uit? Dat vraag ik me nou af. Ik bedoel, of hij moet getrouwd zijn geweest met een kickboxer. Gewoon. Zong. Nee. En de politie, die heeft hem een boete gegeven van €390. Nou, hé, omdat hij ook stond te liften daar. Nou, volkomen terecht.